No, sir. En we gaan van de ene natuur naar de andere natuur, want we gaan bloot douchen met jeugdtrendwatcher Bamber Delver. Bamber, goedemiddag. Goedemiddag. We hadden het aan het begin al even over. Hè. Na het sporten douchen jongens steeds vaker met een onderbroekje aan. Ja. Waarom doen ze dat? Want wij deden dat vroeger niet. Nee. Het douchen is verplicht na sportclubs en het gymmen op school. En dat betekent dat er een soort, dat zie je hier ook op de openbare ruimte, wat school en sportclub toch is, zie je dat religie een intrede doet. Dus heel veel moslimjongens die proberen daar een beetje een balans in te vinden. Want, even voor de helderheid, moslims mogen zich niet naakt laten zien dan andere jongens? Ja, dat schijnt. In ieder geval, je moet je edele delen bedekken voor buitenstaanders. Geldt ook voor meisjes? Ja. Ja, dat is allemaal wat complexer. Maar als het over de jongens hebt, dan is de boxershort, de strakke boxershort, is een uitkomst. En wat zie je, is dat in heel veel teams er wel gedoucht wordt. Want dat is ook weer een verplichting. Maar je ziet een hele, ook een discussie ontstaan op sportclubs en op scholen natuurlijk. Van het weliswaar moeten douchen, maar ook jij wel in een boxershort en jij niet. En dat leidt tot vervelende situaties? Of valt dat nog wel mee? Nou, dat leidt wel tot een hele discussie. Want wat erachter zit is natuurlijk ook nog, naast de religieuze component, is dat heel veel jongens elkaar uitdagen. En elkaar zeg maar, onder druk zetten om het ook te doen. Want je bent geen homo, want je moet dat dus doen. Dat zie je ook op Want als je geen onderbroek aan hebt tijdens het doen, dan, ja, dus dan geldt je als homo. Ja, het is een beetje kort door de bocht redenering. Maar ja. Dat betekent in deze gedachtegang dat als je geen boxer draagt, dus dan wil je elkaar naakt zien wat dat met seksualiteit te maken heeft. Laat ik het even in het midden. Maar je ziet dat jongensgroepen elkaar onder druk zetten. Dus allemaal een boxer. Dus je ziet ook dat er weinig tussenvormen mogelijk zijn. En dat schaamte natuurlijk ook een hele grote rol speelt. Dus een boxershort. Ja, schaamte is misschien wel natuurlijk. Want jij zei, had ik in het begin ook. Ja, bij ons op school, en ik ben een kind van de 70 jaar, hele andere culten zaten we in. En toen moest het. En je ziet ook dat in... Toen moest je bloot, terwijl je het eigenlijk misschien niet wilde. Ja, maar ja, god, dat maakt dan niet uit. Kijk, als je in klas 1 zit, dan groei je daar gewoon in. We hadden wel in klas 6, dan mocht je zelfs kiezen of je niet mocht douchen of niet. Dus dan was er helemaal niet een beetje balans in. Ja, mocht er snel naar uit. Is het alleen de religieuze component of komt er meer bij kijken? Is het ook een soort nieuwe preutsheid? Ja, dat zou je kunnen zeggen. Ik vind ook dat de religieuze component absoluut nieuwe preutsheid heeft geïntroduceerd. We zijn decennia gevrijwaard geweest van deze onzindiscussies. Want dat vind je het? Ja, ik vind echt een onzindiscussie zo langzamerhand. Nou ja, omdat, als het voor die mensen vanuit hun geloof echt belangrijk ja, is. Ja, maar je ziet dat... ik bedoel met onze discussies om het te doen of om het niet te doen. Maar als je kijkt naar dat jongens, dus jonge jongens, het zelf moeten gaan oplossen in de douches, letterlijk. Dan denk ik, laten organisaties als sportclubs en scholen daar gewoon beleid op voeren. En ofwel of niet, maar laat je dan niet als naakte jongen, als slachtoffer zijn van de jongens die wel een boxershort dragen. Dat is wat er op dit moment gebeurt. Ja, maar dan ga je beleid voeren dat het wel moet. En dan moeten jongens die het nooit gedaan hebben het ineens wel gaan doen. Ik denk dat er helemaal geen tussenvorm van is. Want schaamte iedereen en onder druk zetten, vrij laten, dat schiet niet op. Wat ik naar mijn eigen zoon zie, die zit op voetbal, is dat gewoon heel erg ingewikkeld. Vrij later, je bent 14 en je moet dus kiezen van het naakt douchen, maar je krijgt wel op je kop van de jongens met een boxershort. Dat is echt een hele moeilijke situatie. En ik vind ook wel dat organisaties zoals scholen en sportclubs de jongens moeten beschermen hierin. Ja. Bas Haring, hoe luister jij naar? Nou, ik vond het eigenlijk heel erg toen ik dit las. Ik heb het ook gelezen in een krant volgens mij. En ik vond het verschrikkelijk goed dat je op jonge leeftijd al gewoon van elkaar leert dat je allemaal bloot bent. Iedereen is bloot. Dat is volgens mij heel goed om dat van elkaar te weten. Ja, maar dat is echt een als je het heel zwart-wit zit, een witte autochtone discussie. Juist de andere kant wordt nu als argument gebruikt. Het is juist goed als je elkaar niet naakt ziet. Ja, ik kan daar niet in meegaan. Ik ook niet, maar ik sta niet op de douche. toch wel, mag ik ook. Ja, nee, maar niet op de sportclubs. Nee. Anderen aan tafel die op dit punt willen reageren? Meneer Boelhouwer, ja? Ja, ik zie bij mijn eigen sportclubs dat het daar nauwelijks meer gedoucht wordt. Dus dat is pas vies. Ja, vind ik ook. Ja, en dan wel daarna bier drinken, ongedoucht? Nou ja, ze pakken dan zo'n spuit hè, dan, met wat deodorant. Dat vinden ze genoeg. Maar komt dat doordat men niet weet hoe daarmee om te gaan? Is dat de reden? Ja, ik denk dat dat wel de achtergrond is, ja. Nou ja, ik moet zeggen, ik betreur dat met Bas. Meneer Van der Gronden, ja? Ja, je stond vroeger gewoon in je blote gat naar een voetbalwedstrijd onder de douche. En dat hoort ook bij die kameraadschappelijkheid. Ja, vind ik ook. En in zekere zin hoort het wel een beetje bij de verkenningen van de puber ook. Want dan hoef je niet... Maar dat had geen seksuele component. Nee, dat was een zekere kameraadschap. Ja, prachtig hè, dat je een decennia verder leeft. Dat je het, de ene kant heeft de kameraadschap, wij als oudere mannen. En dan de jonge jongens het over seksualiteit hebben. Dat is toch heel erg interessant. Ja. Nog een ander fenomeen wat ik even wil bespreken. In de blootsfeer, het schijnt dat sexting steeds meer aan populariteit wint onder jonge mensen. Wat is dat precies? Sexting is het maken en het versturen van naaktfoto's, seksueel erotisch getinte foto's en filmpjes van jezelf.
En dat gaat dan de wereld in. En zet je die op Twitter, op Facebook of is dat via de mail? Van je HFC Facebook-account tot en met het sharen via je mobiele telefoon. En waarom zou je dat doen? Omdat dat status oplevert. Als je kijkt naar meiden, als ik met meiden praat die dat doen, dan zeggen ze echt zonder blikken of bloof. Andere meiden doen het ook. En ik vind de jongen heel erg leuk, dus krijgt hij dat. Maar dat jongens, als die jongen het heel erg leuk vindt, dan is het nog 1-op-1. Ja, maar 1-op-1 bestaat niet meer tegenwoordig. Want 1-op-1 op 1 miljoen. Dus dat betekent dat ik het voor een ander zou doen als jongere. Maar dat wordt dan ook weer gedeeld door andere jongeren. Dus no time ben je een slachtoffer van... je dacht eerst dat je fijn verkering aan het sluiten was met je filmpje. Maar binnen no time heb je opeens, ben je het slachtoffer van een hele grote groep jongeren. Want die dat vriendje aan wie je dat filmpje hebt gestuurd... die zet het dan wel ergens waar iedereen kan zien. Je was de kandidaat voor verkering en dan ben je een hoer. Nou hoor ik al 10 jaar altijd maar dat wij als ouders moeten praten met onze kinderen. Dat ze vooral dit soort dingen niet moeten doen. En dan toch gebeurt dat dan toch nog op vrij grote schaal? Ja, ik denk dat jongeren net mensen zijn. Die zijn ook niet te beteugelen. En, maar met de nieuwe media gaat het dus echt alle kanten op. Dus ik denk, als je dat zou willen veranderen met voorlichting bijvoorbeeld, laten we eerst kijken wat de winst is van jongeren die dit doen, ook al vinden we het negatief. Nou, wat is dan de winst? De winst is status. En dat je inderdaad denkt dat de prins op het witte paard via YouTube, via naakfilmpje, via YouTube te bereiken is. Okay. En soms lukt dat ook. Is het nieuwe versieren eigenlijk? Ja, als je het heel zwart-wit zou zeggen, maar het vervelende is dat het dus niet lukt. En dat je dus wel degelijk een prooi wordt. Ik stel voor dat we stoppen met seksting en dat we weer bloot gaan douchen. Maar dat is misschien een heel autochtone gedacht. Thijs toch.